die springt vandaag alles bij de Kmarwedstrijden met Henja en Verona. Alleen ze is nu klaar met Henja en binnen een uur moet ze dus op Verona zitten. Dus ik heb even de Rekentex opgedaan. En dan zet ik haar in de molen en dan kan ze alvast even warm worden. En Tess zit op de Mystery Pony, maar nu mogen jullie weten wie het is. En daar is ze, Blondie. Zondag. En we zijn bij de Brabanthallen. En vandaag bij de Brabanthallen is de Dutch YouTube Gathering. Normaal hebben we Christine bij ons, maar die dacht ik moet vandaag even leren. Dus nu hebben we de kleinere versie van Christine bij ons, dus die neemt niet alle kaartjes. Maar de kaartjes mee. Moeten natuurlijk mee. En normaal heeft Christine die altijd. Vandaag heeft Kim ze. Kim kan dat namelijk echt. Die heeft zelf ontdekt waar wij naar binnen moeten. Oké, we mogen hier door een hek heen. Nooduitgang. En dan kom je binnen, jongens. Daar gaan we. In de Brabanthallen. In de Blue Room. Oké, want hier staat allemaal standjes en zo. En dan moeten we zo op zoek gaan naar de Blue Room. Nou, we gaan wel even rondlopen dan. Ik vind het allemaal goed, jongens. Kijk, we hebben gezelschap. Dit is de security hond. Kijk, hij is very secure. Hij gaat even alle tassen nakijken. Het is anders als op andere evenementen. We gaan in een kermisattractie. Maar ik niet hun. Mensen hier. Kijk, moet je naar Kim de Staart kijken. Kim de Staart gaat nog mee met de beweging. Nou, hadden wij verwacht dat er 5 mensen zouden zijn, maar er zijn er veel meer. Wat leuk! Hallo allemaal! Even zwaaien, kindertjes. We zijn op de Dutch YouTube Gathering geweest en we hadden, oh wonder, nog een half uur meet and greet. Ja. En die was gewoon vol. Ja. Dus dat was wel heel erg leuk en lief van alle fans die gekomen zijn. We hebben een nieuwe pony aan de fans laten zien. Jullie weten niet al wie dat is, die mensen. En jullie inmiddels ook, als deze week vlog online komt. Maar hun konden het als eerste zien. Dus super tof dat ze er waren. Dankjewel, lieve fans. En wij gaan nu lekker naar huis eerst even eten. Ja. Het is vandaag maandag en de partjes zijn geënt. Wij gaan Blondie en Verona van de wei afhalen. Een sneetje op haar elleboog. En dan gaan we ook even naar kijken. We gaan een paardje in de stapmolen zetten. En gaan we ook even verder. Mijn paard is altijd wat langzamer. Die wil eerst weten of we echt wel de wei uitgaan. Daarna denkt ze, nou oké, dan ga ik wel mee. Want ze wil ook niet alleen staan, dat vindt ze stom. Blondie die heeft een wondje aan haar elleboog. En nou, gaan we even naar kijken. Doe maar in deze, hier is meer licht. Ja, zet hem maar hier vast. Zo, kijk. Ik heb het gisteren al schoongemaakt. Tadaa. Maar het ziet er gewoon niet zo lekker uit. Het is vandaag dinsdag. En ik ga vandaag op Bel en op Blondie rijden. En met Blondie gaan we een stapuitrit maken omdat ze iets aan haar elleboog heeft aan de achterkant. Ga je nou met een snoepie, zegt ze. Nou, gisteren zijn ze geënt, dus vandaag doen we niet zoveel.
En even met Blondie en Verona buiten om stappen. En Blondie voornamelijk buiten om stappen, omdat ze dus een hondje aan de knie heeft. Of elleboog moet ik zeggen. En Verona stappen, omdat dat altijd wel goed voor haar is. We gaan even over de brug. Even een uurtje stappen of zo. Gewoon lekker. Niks bijzonders. Jongens, we hebben nu pad gevonden. Nou, echt hè. Spannend pad. Ze gaan er wel van snuiven. Nou, Blondie moet even leren de brug nemen. Dat doen we in alle rust, bij alle tijd. We hoeven toch niks vandaag. Ja, braaf. Ja. Ja, laat maar even kijken, dat geeft niet. Snurkie. Elke stap is goed, hè? Zullen we niet achteruit gaan? Ja. Vooral we moeten die kant op. Nou, met een beetje geduld gaat ze gewoon de brug op. We hebben nou, mijn moeder heeft een nieuw pad ontdekt. Dus daar zijn we nu ook heen gegaan. Want meestal lopen we daar. Maar nu zijn we aan de andere kant van de bomen. En jullie afvragen, Tessa, waarom zit je haar zo? Ik ben naar de kapper geweest. Kapper Libella. Bel die heeft mijn haar gedaan terwijl ik haar aan het koelen was. En ik heb met. Ja, ik doe het even technisch op. Heb met Blondie en moeder. Met mijn moeder. Met Verona een buitenritje gemaakt. Nou, niet echt een buitenritje, maar een stapritje. Omdat Blondie natuurlijk het hondje of hond op haar elleboog heeft aan de achterkant. En dat ziet er nu beter uit. Ik heb er net nog even naar gekeken. En het is al minder dik geworden. Het voelt ook wat minder warm. En je kan er nu ook al een soort van aan zitten. Het is vandaag woensdag. We hebben vandaag een video opgenomen. Bommie is vandaag vrij. En Bel moet je wel rijden. Moet niet, dat wil je. Nou, ik wil wel rijden. Dat is ook wel een beetje nodig. Ik ga vandaag zonder beugels en een klein stukje zonder zadel proberen te rijden. Ik moet nog wel een lekker pakken, denk ik net pas. Ja, ik heb er nog zin in. Het is de hele tijd regen en het is koud en het is bleh. Dus Blondie en ik kijken gewoon even vanaf hier naar het testen springles. Ze is heel nieuwsgierig, dus we moeten wel een beetje afstand bewaren. Donderdag vandaag, een algemene lappenmanddag of zoiets. Blondie die heeft natuurlijk een wondje aan haar elleboog, dat moeten we even wassen. En Bel die heeft de oog een wimper of iets ingehad, dus die is geïrriteerd. Dus die heeft een zalfje nu. Maar dat zal met een paar dagen gewoon weer over moeten zijn, dus geen probleem. Gaan we even bij kijken. We gaan Blondie haar knie wassen, Bel haar oog bekijken. En dat is donderdag vandaag. De rest had ik een gesprek vandaag bij de Arkenhoeven, superleuk. Dus met die meiden gaan we aan de slag. En paardrijden vandaag dus even niet. Nou, hier is ons belletje. Kijk, het is gewoon zoals normaal haar oog eruit. En zo ziet dit oog eruit. Ze dus knijpt het wat meer dicht. Ja, het is niet heel ernstig, maar we moeten even zelf op. Nou, Blondie staat ook klaar voor de behandeling. We gaan even bij het wondje kijken. Het is wel heel donker. Ik denk dat jullie het niet echt kunnen zien. Het past ook niet aan. Weer weg. Nee, neem maar van ons aan dat het er beter uitziet. Het is vandaag vrijdag en het regent heel erg. Het regent in het echt en het regent hagel bij Blondie. Nou, ik heb vandaag springles en dat is buiten. Ja, ik heb het gewoon doen met mijn regenjasje aan. Voor Blondie heb ik helaas geen regenjasje. Ik kan hopelijk wel een beetje tegen de warm, koud, de regen. Ik ga even goed zeggen. Ja, het ziet er wel dicht uit, jongens. Zal ik maar weer wassen.
super goed. Het ging al beter dan de vorige keer. Eén keertje was ze dwars door de hindernis heen gegaan. Maar daarna sprong ze er weer overheen. Nou, dat vond ik. Ik had het wel zien aankomen, want de Blondie natuurlijk anders is dan wel. Maar ook weer niet, want de Blondie anders is dan wel. En nu ga ik wel even een rondje stappen.